Wat is er dan gebeurd waardoor ze nu in één keer niet naar huis gaat? Goeie vraag. Nou, ik heb altijd al gezegd, die gaat niet. Ja. Yo, weet je wat het is? Ze had voor de eigen situatie, had ze zich of de laatste maanden anders moeten gedragen, of ze had een paar maanden geleden naar huis moeten gaan voordat ze echt alles begon op te fokken. En nu kan ze misschien nog een poging wagen om dingen te repareren, maar ze zal zich echt anders op moeten gaan stellen. En dan kun je even... Pick you up and down till you say stop. Ga je ook weer lenzen doen? Jullie heeft mijn lenzen. Shelly had lenzen voor me besteld, maar... Oh. Ja. Ja. Ik heb echt klaar, maar mijn blauwe niet. En mensen dachten allemaal, die haalt me. Hoe heb jij mooie ogen? Iedereen dacht dat ik blauwe ogen had. We hebben ook geen lenzen. Geen baas voor je ogen steeds. Jawel, een beetje. Maar valt wel mee. Maar jou zit ook scheef. Welke? Die? Alle twee. Oh. Allebei. Ja, maar mij gaan ze ook iedere keer schil kijken. Ik heb helemaal tranen over als ik er naar kijk. Iedere keer schil zo. Ja. Je gaat hier bijna overdwars. Zo? Mm. Ja, je moet even in de spiegel kijken. Oh ja. Hij zit hier lekker bij mij. Ik ben blij dat je... Nee, hij zit niet goed bij jou. Nee. Hij zit helemaal scheef. Oh, nee? Oh, ik haal hem zo eruit en erin zonder spiegel. Echt? Nee. Ja? Ja? Daar word ik helemaal eng van. Ik had wel toen harder lenzen om te testen. Ja, omdat net dat er heel een dingetje in je oog zit. Ik helemaal gek van. Ja. Toen ik voor mijn bril ging, wilde ik eigenlijk lenzen. Omdat ik wist van ja, mijn bril ga ik toch niet dragen. Ja, dat zou een beetje zo zijn. Ja, deze rekening. Ja. Laat me zitten. Je gaat iedere keer. Ja. Oké, ik zie allemaal lekkere dingen. Oh, dat... Ja, bijna klaar ook. Ik ben aan het opwarmen. Ja, was mijn pilletje ingenomen, jongens? Ja. Nou, is er voor mij ook een pilletje beschikbaar hier? Ja. Wat voor pilletje? Ik heb het niet over drugs, hoor, maar een van de wondenpilletje waardoor ik me allemaal dingetjes niet zoveel aantrek. En me niet zo irriteer aan mensen. Waar je tegen aan? Het is gewoon zo'n meer. En nu gaat ze weer niet naar huis en lekker geurtjes en trekjes. Dat is ook even afstandje. Ja. Ik heb het al een tijd gezegd dan. Ja jongen, gewoon aandachttrekkerij. Oh, ik wil niet dat je naar huis gaat. Ik wil niet dat je naar huis gaat. Heb ik ook gezegd, eerlijk. Ja, nou ik snap niet de mensen tegen haar kunnen zeggen. Weg dat je lekker is. Mm-hmm. Maar meteen... Gaat het nog steeds omhoog? Gaat het nog steeds omhoog? Maar ze had toch geen besluit genomen? Dat hebben ze niet gedaan. Althans, dat ze niet tegen mij gaat. Ze heeft niet tegen mij gezegd nog dat ze wel of niet zou gaan. Ze zou gaan. Ze heeft ze drie keer gevraagd. Ja. Nee hoor, dat gaat niet. Nou, stel een helikopter voor haar, zeg maar. Ja? Ja. Hallo, ja. Oh, je gaat me wel echt aan irriteren dat ze niet meer scheef zitten. Maar ja, daar ben ik straks wel vergeten. Oh, sta je lekker wijn aan het drinken? Ik heb wel. Doe je niet vandaag aan wijn? Wat? Doe je niet aan wijn? Nou hoor. Ik heb zoete his als je wil. Ik heb nog kava. Oh ja. Oh, lekker smikkelen. Ik zit hier vandaag. Dat het koud is hier, hè? Ja. Hey, maar moet het feest naar hier binnen grepen? Ja, ja toch? De tent daar. Oké, dan moet je gewoon niet in. Dat willen we niet. Oh ja. Oh, ik zie het. Ik ben kapot. Helemaal gesloopt weer. Dus mag ik nou? En ik doe geen donder. Ja, deze? Nou ja, een beetje tent opbouwen. Ja. Oh, ik weet het gemoeid van worden. Wat een lieve bestek dit. Schattig. Nou. Is dat mes van, hoe heet het? Ik heb deze mes nooit in handen gehad. Ja, die is er al heel lang. Oh.
Geld, hoor je? Ga je nou toch niet naar huis? Nee? Van wie hoor je dat? Wat? Van wie hoor je dat? Nee, dat doet het toch niet? Hè? Jawel. Ik hoor wel eens wat in de wandelgang. Maar ik weet het echt. Nee, het staat nog steeds. Oké, dan ben ik het weer. Ja, waarschijnlijk wel. Maar wat is er nou dat jij dan daar zo druk om maakt dan? Als ik weet waar ik aan toe ben. Als iemand maandag naar huis gaat, dan... Ja, maar als ze nou... Ja, als ze is gewoon pissed af dat ze geen lens heeft. Dus dan reageert ze Oh, nee, helemaal niet hoor. Dat zie ik toch aan je? Dat ik geen lens heb? Onder andere, ja. Nee? En dat is niet de reden waarom ik aan jou vraag je wel of je naar huis gaat. Want iemand die een grote mond heeft, ik ga naar huis en die gaat vervolgens niet. Ik vind dat slap af en dan wil ik weten of dat zo is of niet. Nou, ja, dan kan ik dat beter bij jezelf vragen, toch? Nee, dat snap ik. Ik snap niet waarom je daar zo boos bent. Dat begrijp ik niet. Waarom boos over dan? Nou, maar je reageert gewoon best wel boos. Dus daar, ik vraag het gewoon op heel normaal tegen je meer. Of van, waarom zei je dan zo boos? Nee, ik ben geïrriteerd dat ik boos ben. Ik weet niet of je meer boos bent. Nee, niet boos, maar je bent geïrriteerd. Ik zie het aan je gezicht, ik zie het aan je houding. Je bent geïrriteerd. Doordat jij het wel aan vergeet. Oh, omdat ik het ervan was. Maar dat is eerder op jou en niet op jou. Oh, ik had wit op, maar ik heb het er vanaf gehaald. Duidelijk. Ja, nee, ik was... Maar zo scheef, links. Oh, met een bello. Van de lip. Ja, maar ik even met je misdik. Zo kijken. Je ziet er wel uit, hè? Ja. Zelfs met voetbalsok. Ah. Ja, past even bij jou. Welke karakter speel jij nu dan? Zombie. Oh, je zombie. Welke zombie? Welke goed op je rol neem ik aan vandaag? Zombie. Een smoesje pakken vast. Wat? Een smoesje pakken vast. Wat heb je nu? Yes. Ik vind het... Jouw panter. Die was een panter, zei. Ja. Wat, er is helemaal niks panter aan. Doe maar een Shelly aankijken. Maar hij moet je ook niet aankijken. Dan moet je even bellen. Naar de winkel. Of even... Ik heb geen pakjes. Oh, dat is geen vaste gezin, toch? Nee. Ik heb iedereen zijn voorkeur heb ik erbij geschreven. En ik kan er niet iets aan doen als dat iets anders wordt. Dus, ja. Ik ben nog niet aan met mezelf. Ja, tuurlijk. Wat ga je worden, Milan? Harley Quinn. Maar ik ben er nog niet klaar. Is dit jouw wijn, Maurice? Ja. Heel gaaf, maar ik ga die afbeelding even in kleur houden. Maar je doet twee verschillende kleuren ogen. In kleur? Ja, in kleur. Met sublime. Ja. Milena, wil je ook misschien een vampier opzoeken? Tuurlijk. Dat is het. Ja. Dat is een beetje zo. Jezus! Dit ziet er toch zo lekker uit. Alleen moeten we wel even die DJ's. Ja, dat is super koud. Hier kom je niet binnen. Waar ben je? Hallo. Ja, alleen de P, ja, die extra hammetjes. Nee. Maar die komen wel op hier van de week. Ja. Waar zit nou zalm? Hier. Ja, zalm, dat zijn die bladerdeeghapjes. Ja? Ja, die bij Lek staan. Welke? Die? Dat zijn zalm, ja. Dit is ook zalm, toch? En dit is groente die heb ik gemaakt, groente. De rest die heb ik 2, 4, 6, 8, 9. Oh, die heb ik gemaakt. Waar is het? Wil je liefjes? Nee, gewoon niet. Ik heb dat niet verstand. Missen we het toch? Nee. Jesse, Andrea en Milena. Milena is boven. Zullen we eten? Andrea. Op het moment dat het over eten gaat, weet ik precies wie het mist. Wie is het dan? Waar die al kwijt. Oké, eet smakelijk allemaal. Smakelijk. Smakelijk.
Als de ik dit heeft. Tonijn. Ja. Komkommer. Gemengd saladetje gemaakt, zeg maar. Ja, dat zijn garnaliën. Ja. Dit is salm. Dit zijn vegetarisch heb jij gemaakt? Ja. Garnaaltjes heb ik gemaakt. Ja, garnaaltjes, ja. Kijk, dippie dippie. Ja. Nee, extra gemaakt. Oh ja, en gehaktballetjes in pittige tomatensaus. Mag ik bij jou zetten? Natuurlijk, mag jij dat. Meer? Okay. Heb je nog bij de IK nog die balletjes besteld? Nee, dat komt dus niet. Meen je? Ja, niks van eten kan je daar bestellen. Nee. Jammer hè? Klopt. Ik wil dat super graag koken. Kan niet, nee, bij de IK. Helaas. Nou, eet smakelijk jongens. Smakelijk. Wat zijn dat volgende balletje? Een pittige tomatensaus. Oei. Ja. Oh ja, en dat is kip en ketchup. Oh, lekker. En die kleintje moet je niet nemen, want daar zit de gamba's in. Die lust je niet, hè? Welke? Die daar. We gaan wel steeds verder uit elkaar zitten zo. Ja. Met die tafel zo groot. Misschien moeten we hem inkorten. Die helpt. Of niet? Ja. Als het goed is, een klein hulpje. Een middenstuk. Ja, dan leuk aan deze kant gezeten. Oh, nee. Rappie? Ja. Moet ook nog een rappie? Ja. Ook, ja. Engert. Ja. Is het is scary. You too. Het is die couch. Godverdomme, ongezien. Ook. Oh, dat is mooi ook wel. Je vindt het mooi. Okay. Ik vind het heel apart. Ja, ik vind het heel mooi. Ja. Ja. Net alsof je... Blauwe, heel lichtblauw. Een heel licht ogen. Yes. Het is niet echt nep, zeg maar. Nee. Maar hebben jullie nou dezelfde kleur, jullie twee? Oh, kippie. Heb jij andere? Ik heb nog een soort lijntje. Oh. Nee, ook nog een kippie. Ik heb hetzelfde als Bren. Brandon. Brandon Dino. Ja. Nee, maar bij jou zijn ze toch anders? Andere kleur oog? Ja. Welke kleur oog heb jij? Ja, maar zijn ze meer grijs. Blauw. Ja. Nou, lichter. Dat zie je? Ja, en? Ik zie geen verschil wat ik al weet. Oh, yummy. Zo laat het is. Ja? Zo laat het. Zeker. Of zes. Ja, die zijn vegan, die kan je hebben, die kan je nemen. Daar zit zalm in. Garnalen en voor de rest staat hier alleen vlees op tafel. Dus, Ik mag voor jou ook een bakje. Ik vind het wel vervelend op deze baas. Ik zoek maar ja, ik ook. De hele tijd. Ken je het niet? Hm? Maatje. Baas. Oh, leg maar. Dit is gewoon weer zaterdagavond. Grapje. Ben je al wit geschminkt? Of ben je gewoon pips? Ik had het erop gedaan, toen heb ik het afgehaald. Omdat het er één niet helemaal eruit zag. Dus ik heb mezelf ook gaan niet alles eten, dus even zo weghalen. Mezelf zit er nog op. Ah. Ja. Oh, deze ja. Die is lekker. Ja, dat is wel. Echt goddelijk. Deze is ook echt heel lekker. Lexie. Lekker, Lex. Nou, ik heb het alleen in dat ding gestopt. De rest heb jij niet eruit gehad. Je hebt ze wel gemaakt. Wat voor aardappelschijfjes voor jou? Was ze wel gebeld? Oh, dat kan wel eens. Ja. Wat vind jij de aardappeltjes? Ja? Ja? Dankjewel. Je moet aardappeltjes? Yes. Ja, die is ook wel.
Niet duur. Oh, ja, duur. Ik moet de hele tijd aan gisteravond denken. Ik lach zo hard mezelf uit. Dat is een moment niet. Ik zat zo bang op in een hoek. André, je moet lachen, maar ik huisje ging ook gewoon heel erg schreeuwen. Milena was bij ons aan het schuilen. Oh. Ja. En toen hadden we zoiets van... Hé, hey, maar dit is gewoon nep. Laten we gewoon kijken wat we allemaal gaan doen. Wauw, trouw. Waren we niet echt, want we waren... Ik zeg het heel eerlijk, ik deed wel stoer, maar ik was nog steeds bang. Nou, het zag er wel scary uit. Ja, toen gingen we achter hem aan. Toen gingen we kijken wat hij allemaal van plan was. We zagen hem nog een strop maken. En bij die... Ja, die heb ik gezien. Ja, ik echt veel. Fren, mag ik van jou de hand? Ja, ik heb echt genoten. En ik was ook echt heel erg bang. Of de champagne. Ja. Ja. Nee, hier is ook een pakketje aan mij geven. Een pakketje? Eens kunnen we zeker. Twee zelfs. Misschien zelfs niet. Wil jij dan misschien zo'n ander pakketje aan mij geven? Een pakketje. Oh, laat maar. Dank je. Zo, dat was een heel cool. Wat zit erin? Ja, weet ik eigenlijk niet. Wat zit erin? Ah. Zo. Ja, doe maar. Geen groente? Wil je het aan deze? Ik hou echt van daderdeeg. Als je mij echt kent, dan weet je dat ik van daderdeeg hou. Ik ook. Het liefst met ragout erin. Ja, ik zei ook chips. Nou, en zon. Dan moet je ze eruit halen. Ja, inderdaad, als je vriendin geen te veel van zon houdt. En dat ik altijd hoor, mag ik bij jou de aioli?